toen Mathilde aan mij vroeg of ik iets wilde spreken, dacht ik van, oh joh, in Going Deep. Ik dacht, nou, wat is wel interessant aan. Interessant thema. En op een gegeven moment, het woord wat naar bijna boven schoot, was Christian obesity. En dat is iets wat ik eigenlijk van Mark Wilkerson, van de man van Joyce Wilkerson, heb gehoord. En wat is dat nou? Nou, het is een heel heftig woord. Het is christelijke vetzuchtigheid. Dan denk je van, oh my goodness, waar ben ik nou beland? Gaan we het nu over hebben hoe ik mijn gewicht kwijt moet raken? Nee, dat is dus niet het verhaal. Het verhaal is waar ik het vandaag graag over wil hebben. Niet alleen hoe je je fysieke gewicht kwijt kan raken, maar hoe je je geestelijke gewicht kwijt kan raken. En daarom wil ik het vandaag hebben over consumer versus consumed. En ik wil even kijken naar de definities tussen wat consumer en consume betekent. Kan ik nog even twee doorheen schieten? Yes! Nou, consumed is iemand die iets koopt, of die voor zichzelf zeg maar iets tot zich neemt. En consumed is geconsumeerd, veroverd, helemaal overgenomen door. Nou, wij hebben een kerk in Brabant. En ik weet niet precies hoe het in Den Haag of in de rest van het land zit. Maar wij hebben redelijk wat mensen regelmatig die binnenkomen met een boodschappenlijstje. Nou, wat staat er nou zo op zo'n boodschappenlijstje, zeg maar? Die komen op zondagochtend binnen en die nog niet eens uitgesproken, maar soms ook gewoon denkende, zeggen van, nou, weet je, vandaag wil ik graag 2 praise songs en 3 worship songs. Ik wil een hele diepgaande preek met heel veel theologie erin. Nou, ik heb echt een heftige week gehad, dus de voorganger die moet vandaag gewoon echt met mij binnen, want weet je, ja, ik heb dat gewoon nodig vandaag. En de mensen van het welkomteam, die mogen wel aardig zijn, maar niet te. Want weet je, we moeten wel een beetje normaal blijven hier in Nederland, toch? Nou, het is ongelooflijk hoeveel mensen zo, zeg maar, vaak naar binnen komen. En dit zijn niet alleen bezoekers. Dit zijn soms ook mensen die jarenlang bij jou in de gemeente zitten. En uiteindelijk soms na jarenlang toch weggaan, omdat ze toch niet het gevoel hebben dat ze thuis zijn. Dat ze een plekje hebben waar ze daadwerkelijk hunzelf kunnen zijn. Dus eigenlijk is het een eeuwenlange zoektocht naar een plek of een kerk waar ze dingen kunnen ontvangen die zij denken dat ze nodig hebben. Ik wil graag een bijbeltekst met jullie lezen. Ik lees het in het Engels en misschien kan je de Nederlandse vertaling aan. Dat is 2 weer terug, want daar staat een beetje verkeerd in. Is van Johannes 3. Ja, doe maar die in het Nederlands. Yeah, there it is. Okay, Jesus clears the temple courts. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get out of here! Stop turning my father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." Heftig, hè? Jezus was hier echt best wel boos. Toch? En ik was altijd deze tekst aan het lezen en dan dacht ik bij mezelf, ja, dat is misschien ook wel zo. We moeten natuurlijk ook niet naar de kerk toe gaan om dingen te kopen, weet je wel. Het is natuurlijk ook geen winstgevend bedrijf. Dus ik keek er eigenlijk een beetje op een bepaalde manier naar dat ik dacht van, nou prima, geen dingen verkopen in de kerk. Is niet slim. Maar ik vergat dat laatste zinnetje. Zeal for your house, of met andere woorden, passion for your house will consume me. En toen ik hiervoor aan het voorbereiden was, dacht ik bij mezelf, ah, that's what it is. Heel veel van ons, en ik zal zo een stukje delen over mezelf, ga naar Gods huis als gebruiker, als consument. Naar Gods huis met een lijstje van, nou, vandaag heb ik dit nodig. Dus vandaag verwacht ik dit, vandaag verwacht ik zus en vandaag verwacht ik zo. En ik geloof echt dat wat daaronder staat, dat die passie voor Gods huis, dat je geconsumeerd bent door Gods liefde. En hoeveel hij van jou houdt, wat we vanochtend hebben gehoord van Joyce Wilkinson, dat echt de enige drijfveer zou moeten zijn waar wij dingen vanuit doen. Hey? Maar een stukje persoonlijk verhaal voor mij. Ik heb heel lang ook in Australië gezeten, bijbelschool gedaan. En ik heb daar iets van 7 jaar, 8 jaar gewoond. En je zal, nou, heel veel van jullie kennen, denk ik, Hillsong wel. De grootste kerk, denk ik wel bijna van de wereld, met ontzettend mooie liederen, geweldige sprekers die daaruit voortkomen. En ik zat daar in de kerk als consument. En dan moet ik even heel eerlijk zijn, want toen ik me hier voor het voorbereiden was, had God echt even van, ja, het is leuk dat je hierover gaat spreken. Maar dan moet je ook eerlijk zijn naar jezelf toe. En ik heb jarenlang in de geweldigste kerken van de wereld gezeten als consument.
dat Brian Houston op het podium kwam en dat ik dacht, ach nee, niet vandaag weer. Ik wil zo liever Robert Ferguson horen. Ja, echt. Ik ben hier eerlijk over, hè? Of dat ik in verschillende campus verwacht, joh, wat gestelde geluid hier knetterhard. Kunnen ze niet even wat nieuwe apparatuur kopen, zodat het toch even wat beter is, weet je wel? En zeker ook die Australiërs, die zijn allemaal zo lief. Oh, how are you? Yeah, you're amazing. En ik dacht van, man, wat oppervlakkig gedoe hier. Lekker Nederlandse nuchterheid. En het was gewoon echt zo dat ik daar zat. En ik zat wel in Leadership Bibleship College. Dus ik kon daar niet echt alleen op een stoel zitten en alles maar consumeren. Ik moest vanwege het studieprogramma moest ik ook dingen doen. Nou ben ik eigenlijk een beetje toegedwongen, want anders zou ik mijn studie niet halen. Dus, weet je, ik werkte de geestelijke kilo's er wel af. Meer onder dwang dan onder andere dingen. En gelukkig was mijn man ook al een stukje verder dan dat ik was. Dus hij trok me ook wel mee. Maar ik behandelde Gods huis als een winkel. Eigenlijk als een hotel. Ik was constant een bezoeker. Ik was niet echt daar, zeg maar, als het ware. Totdat God ook echt tegen mij zei van... Priska, waarom zorg je niet dat dit jouw thuis wordt? Waarom is dit niet jouw thuis? Waarom zorg je niet dat je, zeg maar, onderdeel wordt van deze familie? En nou, zoals je misschien wel zo uit mijn verhaal hebt gehoord, ik had geen passie voor zijn huis. Ik was zo met mezelf bezig, zo bezig van wat ik eruit kon halen, dat ik eigenlijk die passie vergat. En één grote gedeelte daarvan, daar ga ik zo even over spreken, en dat is ook wat we vanochtend hebben gehoord van Joyce. Dus dat is wel cool dat dat in elkaar linkt. Maar die passie waar de discipelen en David uiteindelijk naar verwezen in de psalmen, die had ik gewoon niet. Ik wil graag een tekst met jullie lezen die Mother Teresa zei. En daar staat, I'm not sure exactly what heaven will be like, but I don't know that when we die and it comes time for God to judge us, he will not ask how many good things have you done in your life. Rather, he will ask how much love did you put into it, what you did. Dus mijn eerste punt is religie versus liefde. Ik ben altijd heel druk bezig geweest voor God. Ik ben best wel een capabel iemand. Ik ben best wel organisatorisch. Dus ik kan altijd heel veel doen vanuit mezelf. Maar ik was eigenlijk heel eerlijk gezegd altijd boxjes aan het aftikken. Ik heb dit gedaan. Ik ben op zondag geweest. Ik heb connectgroep gedaan. Ik heb zus gedaan. Nu denk ik wel dat God genoeg van mij houdt. En ik heb echt moeten leren dat ik niet dingen deed voor liefde, maar dat ik dingen deed van liefde. Dat ik al wist dat ik wist dat ik wist. En het is zo fijn dat je weet dat je weet dat je weet dat hij zoveel van jou houdt. En dat je niks kan doen, in Efeziërs staat er ook, je kan niks doen om die liefde te ontvangen. Zeg maar, om daarvoor te gaan werken. Het is iets wat je gekregen hebt als een vrij gift. Het is een gave, ja toch? Het is grace. Grace is a free gift. Dus gewoon echt iets wat ik echt gewoon mij moest realiseren. En door die liefde heen kun je zulke mooie dingen doen, zeg maar. Als je helemaal overgenomen bent door die liefde die hij voor jou heeft. Dan kan je echt letterlijk, door die liefde heen, kan je de wereld veranderen. En dat zegt God ook. Door mij heen, door die liefde die ik jou geef, kan je de wereld veranderen. Maar misschien zit je hier en denk je van, joh, ik heb dat, die openbaring heb ik gewoon helemaal niet. Gaan we hierna, gaan we bidden ook even aan het einde. Dat je die openbaring ook echt mag krijgen. Dat je het doet vanuit het juiste fundament. Dat je weet dat hij zoveel van je houdt. En niet vanuit een consumerspositie. En het tweede punt wat ik echt heb moeten leren is het thuiskomen. Echt niet een kerk behandelen als een hotel. Kijken, weet je wel, van nou blijf je even een nachtje. Of misschien blijf je wel voor een short stay. Maar niet echt een thuis maken. En hoe belangrijk is het om het thuis te maken? Als bezoeker ben je geen onderdeel van een familie. Kijk, als mijn kinderen op een gegeven moment ouder worden, dan gaan ze de badkamer schoonmaken. Dat hoop ik tenminste. Ze zijn nu ongeveer een beetje, zeg maar, een kamertje aan het schoonmaken. En je merkt gewoon hoe ouder we worden, dat het gewoon heel belangrijk is dat we verantwoordelijkheid nemen, toch? En niet verantwoordelijkheid nemen omdat het moet, maar omdat je weet hoeveel hij van ons hield. Omdat je weet wat hij voor ons heeft gedaan. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden voor ons. Hij is voor ons gestorven. En van dat oogpunt zou je zoiets moeten hebben van, ik kan niet anders. Ik kan niet anders. Ik heb die passie om zijn huis te bouwen. Ik ga mijn mouw opstropen en ik ga aan de slag. Toch? Toen ik 5 jaar geleden bij Joyce en Mark Wilkerson was, ging ik naar Mark Wilkerson, haar man, en ik zei tegen hem, joh, dit is een heel goed idee voor de kerk. En hij keek me aan en hij zei, oké, doe maar. En toen dacht ik, doe maar? Hoe bedoel je? Hij zei, ja, is dat een goed idee? Dus doe maar. En dat was de eerste keer dat het kwartje eigenlijk echt viel. Ik dacht, ja, verrek je. Ik zit nu wel elke keer mijn mening te geven, maar ik doe zelf helemaal geen drol, weet je. Ik moet zelf ook mijn mouwen opstropen. Dat is heel erg belangrijk. Maar stel je eens voor,
Jij bent de kerk, wij zijn de kerk. Stel je eens voor dat wij dat gaan inzien. Hoe geliefd wij zijn en van daaruit dat we ook echt daadwerkelijk zijn huis gaan bouwen. Geloof je niet dat dit land en dat jouw stad gaat veranderen? Ja. Geloof je niet dat als jij je studie gaat doen, dat de medestudenten om jou heen voelen dat er iets anders aan de hand is met jou? Geloof je niet dat jouw man, de relatie waar je in zit, dat je hem aan kan moedigen en dat je huwelijk weer, zeg maar, heel gemaakt kan worden? Geloof je niet dat de kinderen die je hebt, dat die echt gewoon bemoedigd zijn en nog verder zullen komen dan jij kan komen? Want dat belooft God ons, zeg maar. Dat wilde hij ons echt aan ons geven. En de laatste vraag die ik altijd heb voor mezelf is, er staat in de Bijbel dat je uiteindelijk voor Gods troon komt te staan. Hè? En dat hij tegen jou zegt, well done, good and faithful servant. Zou je dat ook niet willen horen? En ik denk altijd wel zelf van, wauw God, ik wil dat ook. Maar om dat te willen, moeten we nu niet alles van alles te gaan doen. Maar moeten we eerst ons realiseren wat zijn liefde is voor ons. En dan moeten we eerst gaan realiseren van, als we voor die weduwe, voor die wezen willen gaan zorgen. Als we die perfecte vrouw. Of als we, zeg maar, dat geweldige huis willen gaan bouwen. Dat we gewoon eerst weten wie wij zijn in hem. Wat onze identiteit is in hem. Dat hij zoveel van ons houdt. Dat hij eerst van ons hield. En van daaruit zal je zien dat deze steden, dat Den Haag, dat Tilburg, dat Assen, dat Rotterdam, dat alle steden hier in Nederland, dat ze gewoon echt gewoon gaan veranderen. Dat je een licht mag zijn op de plek waar jij bent. Niet alleen op zondag. Want wat jij leert op zondag, dat laat je niet in je buik zitten. Dan ga je op maandag, dinsdag, woensdag ga je afwerken. Wat je leert op zondag, dat breng je voort in je baan, in je studie, in je gezin en alles, toch? Yes. Oké, zullen we gaan bidden? Heer, dank u wel, Heer, voor wie je bent. Dank u wel, Heer, dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Heer, en als er hier vrouwen zijn en dochters, Heer, die openbaring nog niet hebben gehad. En dan wil ik u vragen, Heer, tijdens deze conferentie, Heer, dat u ze aanraakt. Heer, tijdens een gesprek, misschien tijdens de preek. Heer, dat ze mogen weten, Heer, hoe geliefd ze zijn door u. Heer, ik bid, Heer, dat daar vanuit die liefde een passie naar boven komt voor uw huis. Heer, want die passie is van u om uw huis te bouwen, Heer. Uw kerk is het plan voor de mensheid. Dank u wel, Heer, dat u ons zegent, Heer. Dank u wel, Heer, dat u met ons meegaat. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons dapper maakt, Heer, om uit te stappen in waar u ons geplaatst heeft, Heer. Dank u wel voor wie je bent. In Jezus' naam. Amen. Amen.